vuurtje aangestoken. En toen draaide hij zich om en toen ging hij in zijn ogen. Lekker! Hij heeft een Kensington gekregen. Hoe dan? Hoe kan je zo'n randdebiel zijn? Ik kan er echt zo pissig van worden. Jezus. Hoi, ik heb net opgetreden. We zijn nu bij Jori. Jamaica. Want Marijn en Jori kwamen naar mij kijken. Oh. Zo, ik heb net mijn laatste stukje van mijn weekvlog opgenomen. En ik ga dat nu snel even in mijn vlog zetten. En dan komt Stefan denk ik zo. Dan ga ik mijn vlog gelijk in de upload zetten. En dan gaan we het vuurwerk halen. Mijn shirt is nat. Het komt door mijn haar. Dat heb ik net gewassen. Zo, snel editen. Oh, trouwens, we hebben een nieuwe bank. Heel mooi. Dat wil ik even vertellen. We hebben vuurwerk gekocht. Pak aan. Mijn vuur. Ik ga wel vuurwerkbril opzetten, Stefan. Ja, want ik zag dat een meneertje. Die had de. Jij bent een meneertje. Die had een vuurwerkje aangestoken. En toen draaide hij zich om en toen ging hij in zijn ooghoek. Hoe deed hij dat? Dan heeft hij een neppe oog. Mag ik nooit meer op de vlog of zo? Mensen missen mij in de vlog. Ja, mensen missen jou in de vlog. Mensen missen mij in de vlog. Ga staan, laat je nieuwe jasje zien. Echt super mooi. Ja. Wat was het? Dit is mijn outfit en ik heb al deze oorbelletjes in. That's a long time ago. Niet weer voor gaan staan. Ja. Ja. Lekker hoor. Het is vandaag woensdag. Gisteren heb ik niet gevlogd. Gisteren was ik ook veel te moe en veel te brak. Ik ben nu een beetje mijn camera aan het opruimen. Morgen ga ik dat ook nog even doen. Maar ik wil ook misschien nog even een cover opnemen. Maar ik dacht, ja, ik ga liever morgen dan wakker worden in een schone kamer dan dat ik geen schone kamer heb. Top verhaal. Ik heb vandaag gewerkt. Morgen ga ik weer niet werken. En vrijdag wel weer. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu te vertellen heb. Mijn oud en nieuw was super leuk. Ik heb in een jacuzzi gezeten. Nog voor 12 uur, dat was super chill. Ik ben met hele lieve leuke vrienden geweest. Dat is het belangrijkste. Gelukkig nieuwjaar allemaal! Goedemorgen! Het is vandaag donderdag. Zo, even mijn oplader pakken voor mijn boek. Het is vandaag donderdag, ik ben net wakker. Ik ga eventjes nutjes beantwoorden. Ik doe niet echt aan rustig wakker worden, zoals je merkt. Ik wil meestal eigenlijk gelijk aan de slag gaan. Ik heb net eigenlijk al mailtjes gelezen, dus vandaar dat ik nu maar eventjes ga beantwoorden gelijk, want dan word ik onrustig in mijn hoofd. Ik moet gewoon gelijk dingen beantwoorden. Vind ik ook wel irritant aan mezelf, want als ik bijvoorbeeld als het 11 uur slaap, dan kan ik echt niet rustig recorden gewoon. En dan zit hij zo van, blijf is van je telefoon af en zo. Ik kom net onder de douche vandaan, ik heb mijn badjas aan.
En ik heb net gehoord, of in ieder geval kreeg de vraag door mijn baas of ik misschien vandaag toch even kon werken. Want, oh, er is iemand, oh, hallo. Er is iemand ziek, dus toen zei ik ja, ik kan van 12 tot 3. Dus, gevaarlijk zo'n badjas. Ik kan van 12 tot 3 en vind ik ook niet zo'n probleem, werk ik gezellig samen met Lisanne, dus... ik ga me even klaarmaken voor mijn werk. Beetje andere invulling van mijn dag dan ik dacht. En ik heb, ik ben super blij, nieuwe schoenen besteld. Oh my god. Deze. Leuk, 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 leuk. Wij hebben pizza besteld. Ze is helemaal niet op de kop. Pizza. Pizza. En we gaan lekker film kijken. Dus dit is echt top, top. Nee, is niet top. Jij eet mee. Steph. Als een vlog. Als... Laat maar gewoon eten. Ik kap bij dat kut gevlog. Ga je nu een ruzie maken voor de vlog? Ja. Doei. Wij gaan slapen. Wij gaan slapen. Wij gaan slapen. Wij gaan slapen. Zeg wat rust tegen de kijkertjes. Wat moet ik zeggen? Wat rust dan. Welterusten. Kijkertjes. Kijkertjes. Ik heb echt een rood hoofd. Ja, echt lelijk. Ik ben al een paar dagen gestopt met roken. Yes. Goedendag. Het is vandaag vrijdag. En als je dit hoort, dat geluid is van dat zwarte ding daar. Dat is een verwarming die ik heb aangezet op mijn kamer. Omdat de houtkachel is aan beneden. En daardoor kan ik niet de verwarming op mijn kamer aandoen. Daarbij voel ik me ook niet zo lekker. Ik moet morgen optreden op de ijsbaan. Maar ik begin me nu een beetje ziekig te voelen. Dus mijn januari begon niet helemaal lekker. Ik had gewoon opeens veel werk. Ik was vandaag nog eens te laat op werk. Ik dacht dat ik om 12 moest beginnen, maar ik moest om 11:30 beginnen. Ik voel me niet zo lekker. Steph is begonnen met stoppen met roken. Dus dat vind ik echt heel goed van hem. Volgende week wordt wel een hele leuke week. Ik ga mijn nagels laten doen. Ik ga naar de kapper. Ik ga naar Nikki. Naar Yours Today en naar Nikki. Dat is van Nikki Plessen. En ja, dat is wel leuk. Wordt ook gewoon niet warmer op mijn kamer, heb ik het ook wel een beetje. Ja, oké, wel. Ik ga nu even mijn kamer opruimen en alle kerstverlichting weggaan. Hè? Morgen ga ik dus optreden en dan wil ik deze aandoen, heel graag. En dan wil ik daar ook een foto in maken. Echt een beetje sad dat alle kerstdingen nu weggaan, want daar hingen dus allemaal kerstdingen. Dat zit nu in de doos. Dat is een doos die ik ooit van Loofjes heb gekregen. Wel met inhoud, niet alleen maar een doos. En ik ga zo ook de kerstlichtjes weghalen. Dus ja... Ik vind het gewoon echt jammer. Oh, het is allemaal afgelopen en kerst is een van mijn favorieten. Zeg maar, zomer vind ik sowieso echt fucking leuk. Maar in de winter voel ik me al een beetje... Ik heb altijd standaard elke winter een winterdip. Daar kan je op rekenen. Dat ik chagrijnig van de winter. Maar de kerst maakt het dan wel weer een beetje goed, snap je? Oh ja, nee, het gaat helemaal mis. Oké, moment. Zo. Alles ingepakt. Dit is echt een van mijn favorieten. Oh, het zit vast. Maar dat is nieuw in het jaar. Zo. Oh, ik heb ook een beetje rode wangen. Nou, nu ga ik alles opruimen. Dus mijn kamer echt weer een beetje leeg. Dat vind ik echt zo stom. Oké, what the fuck. Ik heb al lang gegeten en... ik leg het even uit. Er is even gebeurd. Mijn ouders geven met kerst altijd cadeautjes aan ons. En ook... Ik heb een beetje uitgegooid mascara. Ook aan hun schoonkinderen. En dus ook aan Stefan. En dit jaar had Stefan een Carhartt-tas gevraagd. En die had mijn moeder gewoon besteld. Zoals... Alles gewoon via de site dat ze heeft aangegeven. En de site kan er niks aan doen. Stel wel. Maar GLS zou het bezorgen. Kwam er niet binnen, dus mijn moeder bellen. Stond er, ja, het is bezorgd op 17 december, dus gewoon voor getekend. Dus wij zeggen, wij hebben helemaal niet getekend.
En op een gegeven moment dachten we, nou, dit kan toch niet? Het is nu 4 januari. Dus ik dacht, ik post wat op Facebook op de groep van ons dorp waar ik in woon. En iemand zegt, kijk even rondom je huis. Want ik heb ook een keer gehad dat ik een kreeg van 800 euro tussen mijn kliko's lag. Dat was dan wel DHL, zei hij. Maar misschien het GL is het ook. Dus ik even kijken. En ik schuim met mijn zaklampje het houthoek in de tuin. En, en daar lag een vochtige doos van Stijlvel. Hoe dan? Hoe kan je... Ik zie er echt niet uit. Hoe kan je zo'n randdebiel zijn dat je ook nog in onze tuin komt? Ik bedoel, rot is een end op. En dat je ervoor tekent. En dat je dan het in het hout ook legt. Ook niet een briefje door de bus gedaan. Niks. Helemaal niks. What the fuck. En dus is de tas. En stelt die... Kijk, mijn moeder kan er ook niks aan doen. Stelt echt iets van, waar is mijn tas nou? En niet om ondankbaar te doen. Ik bedoel, het is wel heel fijn dat hij iets... Heel leuk dat hij iets krijgt. Maar het was echt zo van... Ja, mijn moeder vond het ook heel sneu. Want iedereen kreeg cadeautjes. En hij kreeg een mededeling van... Ja, je tas is gewoon nog niet binnen. Nou. Echt, wat een rand te wielen. Ik kan er echt zo pissig van worden. Jezus. Nou, Stephanie, gewoon een mooie tas. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik vlog weer met mijn telefoon, maar boeien. Ik heb dit masker hier op gedaan en dit is eigenlijk zo'n dupe van de Glam Glow Supermatte. Maar ik wil even laten zien. Kijk, dit zijn dan al die poriën. Die dan een soort van leeg zeugt. Echt bizar. Ik wilde het net afwassen en toen dacht ik... Hey, dus wil ik even laten zien dit resultaat. Ik ga het er nu even afhalen. Het is dus vandaag zaterdag. Alleen normaal hebben wij altijd wel iets te doen. Maar voor het eerst hebben we een vrije zaterdag. Nou, ik moet vanavond wel optreden. Dus op de afsluiting van de ijsbaan, die gaat dan weer weg. En Emmy's Dansstudio gaat er dansen. En ik ga daar zingen. Selfish. Dus dat is ook niet iets wat super veel voorbereiding nodig heeft ofzo. Ik bedoel, ik kan er binnen 5 minuten zijn. Dus ja, dat is ook niet echt dat nou de hele planning van vandaag vult. Zo. Nu wilde ik deze even op gaan doen. Die is nieuw. Die is blijkbaar heel warm op je gezicht. Eww. Ja, oké, het valt. Eww, de structuur is echt heel eng. Ja. Ik zeg niks. Het ruikt echt naar de sauna. Ik heb niet het idee dat mijn gezicht nu heel warm wordt of zo. Nu ben ik echt een glimmend iets. Ik had ook al... Deze van Nivea, maar ja. Ik ben dus even mijn kamer aan het opruimen en de ding zit weer aan. Dus als je een beetje irritant geluid hoort, is dat het. Maar ik vind even samenvattingen terug. Oh. Even neerleggen. Het is niet normaal hoeveel je in staat, jongen. Jemig. Ik sta ook gewoon heel veel bladzijden nu over. Jeetje. En hier staat er gewoon, ligt er gewoon nog eentje. En die dingen waren ook best wel duur, die boeken. Ik heb hier ook een box met allemaal herinneringen zo van Malta. En hier, ik heb deze gekregen van Salisa. Die is ook van Kensington gekregen. Hier is een cd waar ik op sta. Ook een cd waar ik op sta. Julia.
Hier sta ik ook op. Even kijken. Selfish. Dit is de cd met alle nummers van Junior Eurovisie. Dit is mijn eigen cd. Deze heb ik niet eens uitgepakt. Maar ik sta hier wel op. Even kijken. Julia van Bergen. Best wel ziek. Hier waren kastjes, want die past niet meer in die doos. Dus die maak ik even in die kist. Ik heb me even klaargemaakt voor optreden vanavond. Dit is mijn make-up. Stef, hou eens op. Dit is mijn make-up. Gewoon zoals eigenlijk altijd. Hier ligt alvast mijn kleding die ik aan ga doen. En hier is Stef. Stefan. Het is vandaag 8 uur en ik ga vandaag naar het dorp, maar daar ga je niet mee. Nee, kom op jongens, niet zulke grapjes maken. Het is vandaag dinsdag en ik ga zo ontbijten. Stef slaapt vanavond bij mij. En ja, ik ben zo excited. Ik krijg vandaag mijn pakketje binnen, dus ik ga even wachten tot het pakketje binnen is. En dan ga ik even naar het dorp. Oh, ik ben naar de kapper geweest, wat vind je ervan? Ziet er niet uit. Laat even een reactie achter in de comments. Oh, dat is smerig. Of jullie mijn, wat jullie van mijn kapsel vinden. Chocolade. Dit moet je volgen. Nee, je alleen maar altijd irritant voelen. Wat? Ja, oh, je kijkt het ook echt? Nee. Nee, dat dacht ik al. Ja, ik zie je op Snapchat of zo, zie ik alles dat jij gewoon zit te kutten. Echt heerlijk. Wat vinden jullie van Stefan? Ik wil het zeggen. Volgens mij heeft zij een vraag aan jullie. Weet jij wat het is? Music. Hij is niet scherp. Oké. Nou. En dat komt allemaal op internet. En later als je opa bent, dan komen je kleinkinderen met een telefoon. Kijk eens wat jij verhoeren was met een meisje van hey, kijk, Stef, kijk even naar die jongen. Die heeft ons aangekondigd bij Serious Request. Hey, ja. Maar nu heeft hij opeens blond haar. Dat is met de krullen, toch? Dat is Marijn Oerlemans. Ja, maar... ja, Marijn. Of Marlijn, ik weet niet meer. Marijn, denk ik wel. Oké, hoi. Goed begin. Het is vandaag dinsdag. Ik zit hier. Ik ga nu op 15 met Corplay. Ik ga zo naar door, maar... ik ga er niet filmen. Dag 2. Ik zit op mijn tweede zak popcorn. Dan ben ik wat geen metallen laten bleken. Ik zal het even opmaken. Stefan is gestopt met roken. Okay. Nog steeds. Hey, ik ga mijn tanden laten bleken. Oké. Okay. Ik heb ze net opgetreden. Ik ga het echt doen. Moet je echt doen? Ja, maar niet echt zo bleek als een... Nee, wat moet je doen? Nee, dat is die gast van Net Survival Gids. Nee, wat heb ik van deze jongen? Oh, ik wil wel een keer zo'n bril, jongen. Oké, okay, ik heb dus net opgetreden. Stefan, waar ga je paarden houden? En toen kwamen Marijn en Jori voor mij kijken. Naar mij kijken. En dan kun je voeren zo makkelijk hebben. Je moet even snel even... als je mijn rijbewijs hebt, moet je gelijk even weer herinneren. Want anders... nu zijn we bij Jori. Ja, ongeveer. Ik heb die dinsdag. Dat eerste zin moet ik opnieuw. Oh, dan ga ik heel vaak. Hoi. We zijn... nee. Opnieuw. Oké. Nee, jongens,
het even zo. Jamaica! Take three. Let's go. Hoi, ik heb net opgetreden. We zijn nu bij Jori. Jamaica! Want Marijn en Jori kwamen naar mij kijken. Oh, Marijn. Ze deed het super goed. Oh. Dankjewel. En toen gingen we naar Jori. Hoezo geen dankjewel voor mijn kusjes? Dankjewel. Kijk, live op terug. Oh, nee. Dit is mijn tweede zak popcorn. Een avondje met Julia en Stefan eindigt. Avondjes gekomen. Stippel, stappel, stippel. Nee, de volle. Ja, oh, doe dan een zak nummer 3. Nee, dit is 2. Paardje is nog lang niet moe. Maar hij moet naar bedje toe. Paardje is nog lang niet moe. Maar hij moet naar bedje toe. Goedemorgen. Het is vandaag zondag. Ik ben Stefan. Wat? Nou. En wij gaan zo meteen naar Almere met mijn ouders. En dan gaan we een film kijken, Bohemian Rhapsody. Maar we gaan ook even winkelen. En ik ga nu mijn optreden van gisteren even terugkijken, want die heb ik nog niet gezien. Zit er trouwens wel prima zo, hè? Ik heb de vlog niet afgesloten gisteren, maar de film was echt bizar goed. Het is echt een aanrader. Bedankt voor het kijken en vergeet niet te abonneren. En tot de volgende week. Doei!